dames en heren. U zal wel denken, wat krijgen we nou, hè? Maar ik kom zo mijn naam is Baggeraar. Henk Baggeraar. En ik ben fotograaf. Je moet toch wat? De directie van dit theater heeft namelijk aan mij gevraagd of ik even wat foto's van deze zaal wil nemen. Want ze willen graag weten wat voor soort publiek er nou in godsnaam naar dit soort programma's komt kijken. Dus als je allemaal een beetje in elkaar wil krimpen, dan kom je er allemaal op. Dit is de camera, de Japanse camera, is gemaakt door een dochteronderneming van de automobielfabriek, Toyota. En dit is een Foyoto. Een hele goede camera, enorme snelle sluitertijd zit erop, enorm snel. 100.000ste seconde. Het is de enige camera ter wereld waarmee ik foto's van mijn schoonmoeder kan maken met de mond dicht. Goed, we zouden allemaal een beetje in elkaar wat schuiven. Zouden we in elkaar wat schuiven, dus dit is weer gebeurd, dus dit ben ik ook weer thuis, ja? Ik hou helemaal niet van fotograferen. Vroeger vond ik het allemaal nog wel leuk, maar tegenwoordig niet meer. Je ziet wat je vroeger, wat je tegenwoordig allemaal moet fotograferen, dat durf je vroeger niet eens aan te denken. Sta ik nou mijn circuitelenzen bovenop. Van de week ook, van de week. Moest ik een hele fotoreportage maken. Van een bevalling. Stap voor stap. Nou, dan weet je ook maar goed verzoen niet waar je op mijn scherm stellen. Ik voelde me net zo'n gluurder. Knap zenuwachtig ook of mijn licht goed was. Maar ja, je kent niet dat zo'n kind geboren wordt roepen. Hallo kind, die even terug. Mijn flits deed het niet. Moet doorgaan. En dan de trouwpartijen, dat is ook niet meer wat vroeger was. Vroeger was het allemaal heel plechtig, weet je wel. Vroeger was dat, ik zal maar zeggen. Wilt gij? Willem hij? Door die witte regenhoede? Annemarie? Ja. Ik wil. Wat heb je geworden? Wilt gij Willem hij door Willem hij? Ja, ik moet. Houd ze mij eens hoor, zijn die knip gewoon af natuurlijk. Wat erop komt, komt erop. Jong, oud, belegen, kamijnenkaars, ze mij eens hoor. Kijk, van de week heb ik nog een stel moeten fotograferen, die ging ook trouwen. Zij was 18 en hij was 82. 18, 82. Dat is lang geleden. Toen zij dus uit huis kwamen, zij we hebben strooid met confetti en hij met peppillen. Ik gewoon niet meer vooruit te houden, ze hebben moeten douwen met een paar man. Ze hebben nog een huis hier genomen, die twee, weet ik, een schildpad. Die hebben ze na een week alweer weggedaan. Hij vond als je dat beest ging uitlaten, dan trok hij zo. Maar goed, dan gaan we jongens, dus dit is gebeurd, hè. Het is de bedoeling dat u allemaal hier in het zwarte gat wil kijken. Uitbundig en spontaan. Dus laat maar komen, die orkaan. Ik vraag een orkaan en ik krijg windkracht 0. Wat is het toch een narigheid als fotograaf. Hè? Eerst kan Jan en allemaal het lachen maken en je foto kan nemen. Nou, dan gaan we. Grof geschud. Het is wat, hè, met die Belg, hè? Oh ja? Ja. Wat nou, hè? Nou, alle DC-10's moeten in België aan de grond blijven. Oh ja? Ja. Hoe dat zo? Nou, ze hebben scheurtjes ontdekt in de stewardessen. Ja, dan moet ik weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Ik zie nou, er zit achterin zit een man met een kaal hoofd. Nee, die nou om zit te kijken. Ja. Wil u even een hoed opzetten, want mijn flits weer kaatst erin, ja. Dat is een witte vlek, hè. Je moet de mensen alles uitleggen, de mensen hebben geen verstand van fotografie.
Ik zie ze vaak bij mij in de winkel. Ik heb een fotowinkel, hè. Ja, eerst had ik een pijn en uienzaak, maar dat is niet te combineren. Dan komen wij een vent in de winkel. Chagrijnig type. En hij zegt tegen mijn fotograaf. Dat ik Tom, fotograaf. Ja, motje. Hij zegt, kan u van mij dit volle rolletje ontwikkelen? Ik zeg, ja, natuurlijk kan je een volle rolletje ontwikkelen. Ja, zegt hij, want als ik mijn volle rolletje opstuur om te ontwikkelen, krijg ik het nooit terug. Ja, we sturen je volle rolletje dan naartoe, zet je naar de ontwikkelingslanden. Dan val ik stil, weet je wel. Dan val ik stil. We halen weer uitbundig en spontaan. Dus laat maar komen die orkaan. Tegenwoordig kan je ook van die huwelijksadvertenties opgeven, hè? Oh ja? Ja. Nou is er een dame die wil een huwelijksadvertentie opgeven bij de krant. Dus die gaat naar de krant en die komt bij de krant en die zegt tegen iemand van die krant. Ik wil graag even een huwelijksadvertentie opgeven. Toen zit die man van die krant en wil u hem er vanavond al in hebben? En op die vrouw tegen. Nou zou ik achterin twee kale mannetjes zitten, hè. Er zit daar een heel nest, geloof ik niet. Die twee kale bollen erachterin, die moeten uit elkaar, want zo... Oh, neem me niet kwalijk, mevrouw. Die spot ze je over. Kom maar een vent in de winkel. Zo'n gereinigd type. En die zegt tegen mijn fotograaf. Hoe is ik Tom? Fotograaf. Ja, motje. Hij zegt, maak u pasfoto's? En ik zeg, nee, dat doe ik al 15 jaar. Nou, die vent begreep hem ook niet. Nou, hij zei, nee, ik bedoel van die foto's van je pas. Hij zegt, oh, dat ken ik. Ze gaan maar in de paskamer. Vaste grap. Hij zegt, kan ik erop wachten? Ik zeg, nou, als je de rest van de week niks te doen hebt. Hij van de week zijn ze klaar. Hij zei, buiten zat een bord, laat er wel u wachten. Ik zeg, ja, dan zat er niet bij Hollandje maar wachten, wel. Zo, ga je heen. Nou, kom jongens, werk nou even mee, hè. Even met z'n allen tegelijk, hè. Even uitbundig en spontaan, mevrouw. Even tanden laten zien, hè. Even tanden laten zien, hè. Nou, jongens, dan gaan we met z'n allen, hè. Net als die mevrouw. Nee, niet omhoog houden, hè. Doe terug die dingen gewoon. Lang. Het is zo simpel als maar kan. Ik begrijp het probleem nou niet, hè. Nou, wat maar. Ik ga het heel anders doen. Ik zet hem op zijn automatische afgang. Dan gaat hij vanzelf af en dan kom ik er in de zaal bij staan. Nou, dan kom ik lopen te praten. Ik moet doorlopen natuurlijk. Nou, geef niet. Stel ik hem even opnieuw in, hè. Oké, jongens, dan gaan we. Attentie, dan kom ik er voor in de zaal bij staan. Dan geef ik een teken wanneer we gaan lachen. Hé, jongens, dan gaan we. Ja, wauw, jongens. Daar komt die attentie. Ik geef een teken, hè, jongens. Even opzij met die lange poten hier. Dit is een kleine moeite zijn, hè. Oh, ja. Gaat lekker. Prima. Oké, jongens, dan gaan we. En allemaal tegelijk, hè.
En achterom een kon ook, hè? Iedereen ook, hè? Kan je helemaal opnieuw in gaan stellen? Nou, geen, die stel ik hem even opnieuw in. Oké, jongens, hij lopen. Attentie, hier komt hij. Dag, jongens. Attentie, jongens, opletten. Jongens, ga nou eens even met die lange kwijt. Hier zo, dan ken ik het nog niet bij. Oké, jongens, daar komt hij. Hier. Dag, hoor, hier. Dat er iets los zit of zo, hè? Draadje op een transistortje, je weet het niet, hè? Het is techniek, hè? Het is Japans, het is allemaal zo plat als de pits, natuurlijk. Ja, je kan niet gaan kijken, ook natuurlijk. Hè. Ja, ik kan zo niet blijven staan, ook natuurlijk, hè? Dat toch even moeten gaan zien. Oh jee, sta ik al die tijd al in je thuis? Ja. Ik ga niet meer, jongen. Ik heb wel eens als je erbij komt en op een gegeven moment. Go!